53 deelnemers aan de cursus Ketenzorg suikerziekte, waaronder ook diabetespatiënten, hebben vanmorgen hun certificaat van deelname ontvangen. Het project Cursus Ketenzorg suikerziekte is een samenwerking tussen de Stichting Staatsziekenfonds, SZF, en de Stichting One Stop Shop voor Chronische Ziekten, OSS. De samenwerking is in juni van dit jaar beklonken en is gericht op de diabeteszorg. De cliënten hebben een basiscursus Diabetes Mellitus afgerond die gericht was op het voorkomen en terugdringen van complicaties die gepaard gaan met de ziekte. Volgens Lisbeth Berggraaf, voorzitter van de stichting OSS, hebben de cursisten hun best gedaan om niet terug te vallen op hun dagelijkse leven qua voeding en beweging. We hebben mensen gehad die dus inderdaad diabetes zijn, die hebben suikerziekte. En we geven ze voor het eerste jaar een basiscursus. Een basiscursus wil zeggen dat ze de basis krijgen over hun ziekte die ze hebben. Dat wil zeggen, wat is die ziekte, hoe komt het, wat moet je ermee doen, wat zijn de gevaren ervan, hoe kan je ermee omgaan. Maar misschien wel het belangrijkste is dat we ze proberen uit te leggen dat suikerziekte vooral gaat om drie dingen. Je voeding, de beweging en leren accepteren dat er iets niet goed gaat. Dat is wat je moet doen. En die drie dingen staan echt aan top en worden regelmatig herhaald binnen die cursus. Die cursus duurt 12 weken, waarbij ze 1 keer in de week komen en dan inderdaad les krijgen. Of van de health educators, of van de diëtisten, of de fysiotherapeut, of de psycholoog. Het is dus een hele grote groep die bezig met ze is 12 weken lang om te komen op het punt van oké, dit is wat ik heb, dit is wat ik moet doen. En ik weet niet als u het begin hebt gehoord waar patiënten zelf vertellen van inderdaad, toen ik kwam was mijn suiker dat, maar nu is mijn suiker dit. En ik woog zoveel kilo en er is zoveel afgegaan. En dat maakt al dat mensen zich beter gaan voelen. En op het moment dat je je beter voelt, wil je niet terug. Berggraaf zegt verder dat door stimulans van de huisartsen zelf de cliënten de stap hebben gemaakt deze cursus te volgen. Berggraaf geeft aan dat er te veel werd geklaagd dat patiënten niet weten wat te doen als ze merken dat ze suikerziekte hebben. Patiënten nu gaan leren en zo is die cursus ontstaan en wij hebben toegezegd aan het SZF van luister, we hebben een bepaalde cursus ontwikkeld voor die diabetes en we zien dat het succes heeft. We willen met jou een samenwerking aangaan om jouw patiënten dat ook te leren. En zo hebben we dus huisartsen die SZF patiënten hebben we aangesproken en gevraagd van wil je meewerken om je patiënten te sturen en ze dan inderdaad die cursus te laten volgen. En wat bleek, die mensen vonden het leuk. En de artsen werden zelf enthousiast van, kunnen we meer mensen sturen om die lessen te volgen? En u hoort het zelf. U ziet zelf hoe enthousiast de patiënten zelf zijn. Nu ze meer weten en nu ze beter weten wat er gebeurt. En ook de huisartsen zeggen, patiënten reageren nu anders. Ze doen het beter, ze luisteren beter, ze willen meer doen om te zorgen dat ze eigenlijk gezonder worden. Groot succes, zou ik zeggen. Lisbeth Berggraaf, voorzitter van de stichting One Stop Shop voor Chronische Ziekten, OSS. Zij sprak vanmorgen na de certificaatuitreiking aan 53 patiënten die een cursus Ketenzorg suikerziekte hebben gevolgd. De uitreiking vond plaats op het terrein van OSS aan de Andirastraat.